faire, si on est un peu attentif, qu'on s'arrête vraiment, qu'on considère cette œuvre, on se promène à la surface du bois et on voit la manière dont Zadkine a attaqué, donc on imagine le geste du marteau, du maillet sur le ciseau et on voit tout l'impact. C'est comme une cadence, c'est très rythmique, c'est comme une musique. Là, on peut mentalement être dans l'atelier, entendre le bruit du marteau sur le ciseau, on peut sentir l'odeur des copeaux de bois quand le bois est frais qui tombe, entendre le bruit des pas de l'artiste dans les copeaux qui vont crisser sous le pas de l'artiste. Wat wij ook kunnen doen is eventueel zeg maar schuiven. Ik weet niet hoe zwaar het is. Ja, dit is het mooiste. Gisteren? We kunnen alles maken. C'est d'identifier les auteurs de certaines photos dont on n'a pas les noms. Ok, c'est vraiment. DVK Follow. We hebben twee weken uitgetrokken om die tentoonstelling in te richten. De afgelopen week is de hele plaatsing is gerealiseerd. Dat is een plan van de ontwerper Trude Hooikaas. En afgelopen zaterdag was dus het moment dat de tentoonstelling geheel was ingericht met het meubilair, dus de sokkels en de vitrines. Alleen de beelden ontbraken nog en die zijn afgelopen maandag zijn de trucks aankomen rijden. Er waren ook de conservatoren van de Franse musea waren aanwezig. En die zijn op dit moment die tentoonstelling aan het inrichten. Dus op dit moment, een spannende moment, wordt die serene stilte van die grote zaal, waar die sokkels eerst alleen stonden, die stilte wordt verbroken doordat al die beelden nu op hun voetstuk worden gezet. We zitten nu nog midden in de inrichting. Dat is natuurlijk een hele puzzel met alle beelden die op de goede plek moeten. Kijken hoe het ene beeld zich verhoudt tot het andere. Maar eigenlijk is zo'n tentoonstelling al van begin af aan een enorme puzzel. De oeuvre van Zadkine bestaat uit meer dan 500 beelden. Dus je wilt een verhaal vertellen met je tentoonstelling. Daar begint de puzzel. Welke stukjes wil je eigenlijk hebben? Waar zitten die stukjes dan? Kun je die stukjes ook krijgen? Kun je ze vinden? Het is voor mij ook een verrassing. Een hele bijzondere verrassing. Om al die werken die je in allerlei museale collecties over de wereld wel eens hebt gezien, maar ook in particuliere collecties. Hè. We hebben ook een aantal beelden komen uit een particuliere collectie van Curaçao. Die staan daar in hun huiskamer. Om die beelden nu ineens heel voornaam op die sokkels te zien staan. Découvrir les œuvres de Zadkine ici est évidemment une émotion particulière et des sensations nouvelles parce que en fait, ce musée que je découvre est un musée qui vit sous une lumière de bord de mer et les œuvres vivent ici de manière tout à fait différente et j'ai l'impression depuis deux jours de les découvrir, de les redécouvrir. Het is een moeilijke naam. Maar ik vind het leuk dat jullie dat opvallen.
En nu komen al die broertjes en zusjes komen bij elkaar. En je kunt dan ook die vormontwikkeling van die beeldhouwer volgen. Het is één zaal vol werken, meer dan 100 werken, van één kunstenaar die ja, een bepaalde ontwikkeling heeft doorgemaakt. En doordat dat alles nu bij elkaar staat, kun je die ontwikkeling heel goed volgen. Et que Zadkine a sculpté comme on écrit, en maniant les mots, c'est-à-dire les formes pour lui, d'une manière à la fois extrêmement diverse et en même temps toujours tout à fait personnelle. Zadkine is een expressionist pur sang en dat betekent dat het een man is die helemaal vanuit het materiaal denkt. Het is een beeldhouwer die in de harde materialen werkt. Il a vraiment son propre langage qui en fait est un langage qui lui vient de la matière. Il se laisse guider par la matière. Il ne prétend pas lui imposer quoi que ce soit. En dat is ook het moderne wat hij in die beeldhouwkunst heeft gebracht. Dat is dat hij het materiaal eigenlijk niet naar de hand van het onderwerp wil zetten. Maar dat juist het karakter en de vorm van de balk, van het stuk hout wat hij heeft, heel bepalend wordt voor het uiteindelijke beeld. C'est une démarche extrêmement humble qui, je pense, a directement à voir avec ses racines russes et le lien que tout homme russe entretient avec la nature, un lien très puissant qui renvoie à des logiques animistes. Et donc Zadkine est né en quelque sorte avec ce lien. Quasi ontologisch met de natuur. Dat idee van hout tot leven brengen, mensen die in uit bomen groeien eigenlijk, bomen die als mensen groeien, dat hele idee van die verbondenheid tussen mens en natuur, mens en boom, mens en hout, mens en steen, al die aspecten van dat, met name dat vroege oeuvre van Zadkine, daar ben ik erg van gaan houden. Op een bepaald moment wordt hij commercieel natuurlijk succesvol. En dan zie je dat die vormgeving die hij in die houten beelden, in die beelden, in die harde materialen, waar duidelijk begrenzingen zijn, dat hij diezelfde compositie en diezelfde taal, plastische taal, dat hij ook terugkomt in die bronzen beelden. Dus dat betekent dat hij beïnvloed door zijn werk in de harde materialen, dat hij de beelden die hij boetseert dezelfde vormgeving geeft en dat hij al vrij snel die beelden die in klei worden geboetseerd, dat hij die in gips schiet en dat hij in dat gips weer gaat werken alsof het steen is. Dus in feite is die hele taal van zijn beeldhouwkunst gaat over van het hout op het steen, op het gips wat uiteindelijk dan in brons wordt gegoten. En dat betekent dat die taal van Zadkine eigenlijk in al die materialen die hij gebruikt dezelfde blijft. Et en fait, quand bien même il devient très abstrait, c'est-à-dire se laisse imprégner par des formes qui ne renvoient plus beaucoup au corps humain, à la figure humaine, comme dans ces compositions que l'on voit à l'arrière-plan, qui sont prisons, qui sont flammes. Et qui sont des sculptures qu'il avait conçues pour orner des bâtiments, qui devaient être en fait au droit des façades des buildings, puisqu'il revient des États-Unis avec vraiment les impressions que lui ont procuré ces architectures très particulières. On est dans une abstraction totale et on voit comment il s'approprie successivement différentes manières d'écrire. Maar ik denk dat wat echt commun is, is het humanisme. Zadkine is eigenlijk toch grotendeels een eenling gebleven. In Frankrijk, je kunt niet zeggen dat er een soort Zadkine-school is geweest. Hij heeft al heel veel leerlingen gehad, veel les gegeven. Er wordt ook altijd gezegd dat hij probeerde kleine Zadkintjes te maken. Maar je kunt daar geen beeldhouwer naar hem aanwijzen die echt op hem lijkt en een tweede Zadkine is. Dat geldt ook voor Nederland. Hij is voor Nederland eigenlijk behoorlijk belangrijk geweest om te laten zien hoe het anders kon. De Nederlandse traditie met Jan Bronner, Piet Esser op de Rijksacademie
ja, een totaal andere belevingswereld eigenlijk, totaal andere ideeënwereld dan waar Zadkine mee kwam. Maar juist dat is het belang geweest van Zadkine, dat hij liet zien dat beeldhouwkunst niet per se zo hoefde te zijn zoals we dat in Nederland, ja, min of meer gewend waren te doen. Dus dat vernieuwende, dat experimentele, ja, dat zie ik echt als een grote meerwaarde van Zadkine die hij aan de Nederlandse beeldhouwkunst heeft gegeven. Quand il revient des États-Unis, évidemment, il revient avec tous les débuts de l'abstraction américaine. Et quand on regarde la ville de Rotterdam, le monument pour la ville détruite qui a été érigé en 1953 à Rotterdam, que vous connaissez tous ici, qui est une sorte d'emblème dans ce pays, et qui est le symbole de cette ville qui n'a cessé de se reconstruire pendant 70 ans. Évidemment, on regarde la manière dont il construit les formes et on comprend qu'il y a beaucoup d'abstraction dans cette manière de simplifier. En het bijzondere, denk ik, van de verwoeste stad is dat, dat op het moment dat het werd onthuld, toch gezien werd als een heel modernistisch monument. Het was een gefragmenteerde figuur. De smaak was op dat moment daar eigenlijk nog niet aan toe. En het is heel bijzonder dat zo'n Bijkorf, waar een artistiek bevlogen leiding was toen, Rotterdam dat geschonken heeft. En dat dat inmiddels door de mensen volledig is geadopteerd. Que résume d'ailleurs très bien la ville détruite, qui est vraiment une sorte d'équivalent du Guernica de Picasso en sculpture, et qui est vraiment une sculpture de dénonciation comme l'a été Guernica, c'est-à-dire c'est un geste politique, c'est une sculpture qui là est vraiment politique, et qui est construite autour de ce vide, et ce vide est en fait une interrogation que porte Zadkine dans les années d'après-guerre, c'est-à-dire que reste-t-il de l'homme quand en l'homme toute humanité a disparu, puisqu'en fait ce vide central énonce cette absence d'humanité, cette absence totale d'humanité. Et évidemment, construire une figure comme celle-là, c'est vraiment faire un geste politique et en même temps être capable d'une incroyable humanité et de penser en humaniste. Ja, dit is ook een werk dat ik gaandeweg enorm ben gaan waarderen. Dit is het debuut van Zadkine in Nederland. Het stond in 1914 al op een tentoonstelling van de Onafhankelijke in Amsterdam. Ja, en het was eigenlijk meteen een sensatie. Niet iedereen vond het mooi. Het is misschien juister om te zeggen, iedereen vond het lelijk. Maar het maakte een impact. Je kon er niet omheen. Les Pays-Bas ont vraiment beaucoup compté. La Hollande a vraiment beaucoup compté dans la vie de Zadkine. Il a eu beaucoup d'amis hollandais qui ont reconnu son travail très tôt, qui l'ont collectionné. Et donc, en fait, travailler au rayonnement de Zadkine dans ce pays, c'est évidemment d'une très grande logique et très important. Het bijzondere van Museum Beeld aan Zee is dat je eigenlijk alles in één grote ruimte vertelt. Dat je alles met één oogopslag ziet als je binnenkomt. Ja, je ziet echt een woud van beelden. Dat is mooi, maar het is ook een probleem in de zin dat, ja, als kijker kun je er ook heel snel door geïmponeerd raken of in verdrinken. Dus dat is zeker als je zo'n overzichtstentoonstelling maakt, zoals we dat nu hebben gedaan met meer dan 100 beelden. Ja, dan moet je dus toch zorgen dat je op een of andere manier een goede grip krijgt op de veelheid. Nou, we hebben dat hier prachtig gedaan met diagonale wanden die erin zijn gezet. Een ontwerp van Trude Hooikaas. Waardoor je, ja, segmenten in de ruimtes krijgt. Die veelheid kun je nu gaan opdelen in stappen. En je kunt een soort routing maken in plaats van dat mensen letterlijk, figuurlijk moet ik zeggen, het bos worden ingestuurd. Kun je ze nu mooi rustig leiden en meenemen in het verhaal van Zadkine.